Ja, beste luisteraars, we gaan naar deel 2 van Wel Geïnformeerd, paneldiscussieprogramma. Ik geef weer het woord aan Krishna. Ja, luisteraars, welkom bij het tweede uur van Wel Geïnformeerd. Owen, welkom. Jo. We gaan nu praten met onze man in Paramaribo, de heer Guillermo Samson. Goedemiddag, meneer Samson. Goedenavond, heren. Ja, dank u. Goedemiddag. Ja, meneer Samson, de heer Owen Venlo is vandaag weer van de partij. Owen, welkom. Ja. Oké, hetzelfde, eens gelijk hoor. Ja. Meneer Samson, de afgelopen week, dat was me toch een nogal woelige week in Paramaribo, in Suriname, zeg maar. En dat heeft alles te maken met de benoemingen van de leden van de raden van commissarissen bij staatsbedrijven. En trouwens ook de benoeming van nieuwe districtscommissarissen. Dat heeft ook geleid tot heel veel verontwaardiging in de samenleving. Want met name bij de RVC's is sprake van een soort vrijbaan geven aan mensen die de NDP-regering hebben gediend. En dat heeft voor heel veel kwaad bloed gezet. En bij de districtscommissarissen... Was bijvoorbeeld de heer Nerkus, DCV, districtscommissaris van Paramaribo, moet goed te zeggen. Die was gehandhaafd gebleven. Terwijl deze man toch, het vermoeden bestond dat deze man op grote schaal fraude zou gaan plegen in het NIS. Er is breed maatschappelijk verzet gekomen. En de regering heeft hier weer een fikse deuk opgelopen. En naar het schijnt, we hebben net met de heer Stefano Biervliet gesproken, morgen zijn er demonstraties gepland in Paramaribo. Men eist meer transparantie. Men eist dat corruptie wordt aangepakt en dat lieden die zich in het verleden, afgelopen 10 jaar, zich bezig hebben gehouden met diefstal, met oneerlijke praktijken, dat voor hen geen plek is in deze regering. Dat is nogal wat, meneer Samson. Lukt de weken na het aantreden van de nieuwe regering, dat de bevolking in feite een soort motie ik zou niet zeggen afkeuring, ook niet een motie van wantrouwen, maar toch dat de bevolking zijn tanden heeft laten zien. Motie van ongerustheid. Ja, motie van ongerustheid. Zo zou je het kunnen noemen, meneer Samson. Ja, dat klopt. Een zeer turbulente week. Laten we dat ding eigenlijk naar chronologische orde gaan bekijken. Mm-hmm. En het begon eigenlijk met de benoeming van mevrouw Reshma Mangre als raad van commissarislid bij de SLM. En het heeft heel wat problemen veroorzaakt, want mevrouw Reshma Mangre is een tevens parlementariër. En ze nam dat en men vroeg zich af, ja, hoe ga je werk namelijk naar behoren kunnen doen. Los van het feit dat ik je kan zeggen dat het parlementaire werk, waar ik soms 3 keren in de week langskom om te helpen. Ja. En ik zie de manier zoals de mensen werken en de tijden waar ze namelijk uittrekken om hun werk te doen, dat het een volle job is. Maar in elk geval, het heeft op veel weerstand gestuurd, kan ik je zeggen. Ik heb er zelfs toen geappt en afgevraagd van, moet je het niet in heroverweging nemen om zo'n functie te ambiëren? Oké, die antwoord gehad. Maar Reshma Mangre, wie Reshma Mangre is, ik heb u al gezegd, ja, is lid van het parlement en ze is daarna ook nog, is het 2 vakbonden, onderwijsbonden onder zich, dat is de bond van leraren en andere groep als, die 24 uur nadien maakte ze bekend dat zij afstand zou doen van haar lidmaatschap als commissaris bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. En ik kan u zeggen, het bericht wat ze eigenlijk de wereld heeft gestuurd, leidde als volgt: aan het volk van Suriname, de afgelopen maanden heb ik mij ingezet voor de verkiezing van een nieuwe regering om ons land te redden. De slogan was, zoals u namelijk weet, red Zu. Als nieuw gekozen lid van de Nationale Assemblée wil ik daar verdere bijdrage aan leveren.
En als wetenschapper en met jarenlange ervaring in het vakbondswezen en personele aangelegenheden besloot ze in te gaan op de uitnodiging om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen bij de SLM. Hmm. Om op die manier, zoals ze zegt, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijf. Het is een noodlenend staatsbedrijf, moet je weten. Ja. Haar intenties zouden dan zijn geweest om SLM uit de rode cijfers te halen, want dat weet hij, het ziet er zo goed uit en de SLM. Maar goed, dat was geblust en we waren nauwelijks klaar daarmee. Of er kwam namelijk die kwestie van die benoemingen, zoals hij dat daar heeft benoemd. En ik kan u zeggen, het heeft voor vrij veel turbulentie gezorgd. Waarschijnlijk heeft dit ook van meneer Beerfield zo'n beetje kunnen horen, heeft het ja. Waarschijnlijk ook via de app en via social media kunnen volgen daar in Nederland. Wat er allemaal hier in Suriname gebeurde. En ik mag u ook zeggen, ik was er ook bij en ik kan het totaal niet goedkeuren. Het blijkt, zoals men zegt, dat eigenlijk vooral meneer Brunswijk, waarvan u weet dat hij in eerste instantie gekozen had om zitting te nemen in het parlement als voorzitter, daags daarna vond dat hij vicepresident moest worden, terwijl dat zaakje eigenlijk zo al bekronken was wie de vicepresident waarschijnlijk zou worden, gooide hij roet in het eten. En naar het schijnt, Brunswijk een vrij goede relatie namelijk te hebben met meneer Boutersen en via Boutersen met, zoals ze zeggen, met Jules Sartu en meer van die gasten van Boutersen. Het is hem steeds gesouffleerd wat hij moest doen. Zo weten we bijvoorbeeld, hij heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en een afdeling eigenlijk daarvan die opgezet zou moeten worden, dat is oil and gas, dat zou toekomen aan de NPS. Mm. En de bedoeling zou dan zijn dat Gregory Rusland als minister daar zou komen zitten. Maar twee dagen later, waarschijnlijk na gesouffeerd zijn geworden, vond hij dat een contract dat getekend werd, gewoon met de voeten werd betreden. En dat hij dat ministerie, of althans die afdeling van het ministerie, weer wilde hebben. En zo hebben we verschillende capriolen gezien. Ik kan u even zeggen, los van het feit dat mensen, u noemde Nerkus, eigenlijk een man waarvan u heeft gezegd, eigenlijk een door en door corrupte figuur, hoor, zo heb ik hem ervaren, en zelfs bezig was eigenlijk roet in het eten te gooien wat de verkiezingen betreft, om die, hoe noemen ze, de uitslag te beïnvloeden in het voordeel van de NDP. Ja. En daarnaast heb ik nog tal van andere verhalen van deze gast. Dat zo iemand, hoe noemen ze, de districtcommissaris kan worden. Joost mag het weten, maar goed, u weet uit welke kring hij namelijk komt. Hebben we problemen mee gehad. En toen, Rusland bijvoorbeeld, bij IBS, hij is minister van Financiën geweest. We kennen de corruptieschandalen ook. We weten ook het bedrag van 18 miljoen dat verdwenen is. En we kennen ook de vrijspraak door mensen die zichzelf hier meester in de rechten noemen en rechter spelen, maar het recht niet meester zijn, dat die gasten zelfs vrij uitgeven met 18 miljoen. Er is een hoger beroepszaak in deze. En zo worden we namen als Penu en noem maar op. Ook een man waar grote vraagtekens achter geplaatst moet worden. En dat is zo doorgegaan. In elk geval, de bedoeling was bijna dat NPS volgens mij uit de coalitie zou stappen. Gistermiddag is er een vergadering geweest. En het is zo'n beetje bijgelegd, men zou kijken en men zou eigenlijk de benoemingen herevalueren, men zou het bekijken. Maar de druk is, meneer, allemaal moeten ingetrokken worden. En je hoort zelfs ook zaken. U weet het, er zijn mollen namelijk binnengeslopen in deze regering. Ik noem de naam Albert Ramdien, dat is een grote lijn van meneer Boutersen. Ja. Dat wil zeggen, alles kan ik u zeggen wat besproken wordt daar binnen bij meneer Santokki, wordt waarschijnlijk binnen de kortste keren overgebriefd naar Boutersen. En hetzelfde kunnen we ook zeggen van Brunswijk. Dus eigenlijk twee mollen in de regering van Santokki. Maar laat me zeggen, Santokki waarschijnlijk is er ook mede die betaald. Nou, dat kan ik iets wat. Hij moet van geweten hebben. Hij moet het gekeurd, goed gekeurd hebben. Maar waarschijnlijk om te willen om president te zijn, heeft hij maar gedaan alsof zijn neus bloedt. En heeft hij dit laten, op zich laten afkomen. Maar dat is absoluut, ja. Maar dat is toch een flagrant gebrek aan leiderschap
van de heer Santokki. We moeten ons afvragen of deze man het in zich heeft om op een goede manier leiding te geven in de functie van president. Laat me dit stellen, Santokki heeft het. Dat kan ik niet zeggen, maar er is wat gebeurd. En vaak zeg ik, ik heb nooit gelijk, maar ik kreeg op termijn gelijk. En ik waarschuw altijd van tevoren. Mensen die mij kennen weten, ik heb bijvoorbeeld voor een door en door corrupte figuur als meneer Amarali, we noemden hem hier Pipo de Clown in het land, ja, heb ik gewaarschuwd. Die man is zo corrupt dat het eigenlijk het heel zorgstelsel van ons over de kop is gegaan. Ik heb, zoals u weet, ook gewaarschuwd voor de tuinman van IMF, die zich nu schuilhoudt. Dat is Hoefdraad. En die escapades die hij allemaal financieel uitvoerde, namelijk met Boutersen. Niemand weet waar die man nu is, heb ik ook voor gewaarschuwd. En zo heb ik ook onder andere gewaarschuwd voor een, laten we even zien, voor die Ramdin, die een vrij discutabele rol binnen de regering speelt, maar men ziet het niet waarschijnlijk, of Santokki ziet het niet. Nou, Santokki is wel een leider, dat kan ik u wel zeggen. Ja. Heeft het namelijk bewezen toen hij minister van Justitie was. Maar wat er is gebeurd, misschien zult u gehoord hebben, en dat waren we waarschijnlijk nooit te weten gekomen. Ik heb mij altijd afgevraagd wat Santokki bij Boutersen is gaan doen. Ja, ja. Op een bepaald moment, toen hij gekozen was, eigenlijk als, ik dacht, president, hij was nog niet eens president-elector, moet ik zeggen, vond hij het nodig om zich te laten leiden door Albert Ramdin en door Kerpalani naar Boutersen. En daar heeft Santokki 10 uren met Boutersen doorgebracht. Wat er allemaal besproken is, weet ik niet, maar je kan ook uit een vermoeden hebben dat mensen eigenlijk niet, dat er geen heksenjacht zou zijn op NDP'ers, dat men NDP'ers zou laten, misschien zelfs over een gratie, niemand weet het. Maar u weet het, er is een heel berucht interview geweest toen Boutersen plotseling woedend en ziedend naar buiten kwam en zei van als men eigenlijk confrontatie wil, dan schuwt hij zich ter confrontatie. En als Santokki confrontatie zoekt, dan kan hij het namelijk krijgen. Ja. Ik denk dat Santokki zodanig geschrokken is. Hij is gekomen met een verklaring waar ik geen touw aan kon vastknopen. Ik wist niet wat ik wel moest geloven en wat ik er niet van moest geloven. Maar vanaf dat moment was het niet die stevige, die krachtige Santokki meer die we kenden. Eigenlijk in een, ik kan zeggen, gewoon in een, wat ze noemen een hamburger tussen dit soort van gasten als Albert Ramdin en Boutersen, zijn de mensen Agestaka Dringi Bouwatra, Agestaka Kossuf, en hij liet alles over zich heen komen en mensen zeiden ook vaak van allemaal om de presidentschap zeiden, dat mocht niet in het roet namelijk vallen. En dat is er namelijk gebeurd waarschijnlijk. Hij kan leiding geven, maar door dat geklets van hem toen, om te gaan zitten bij Boutersen waar niemand het wist, en die bedreiging van Boutersen, en waarschijnlijk misschien toezeggingen, krijgen we dit. En het is eigenlijk vrij jammer hoor, want ik heb zeker 7 jaren heb ik met hem, ben ik met hem geweest. Ik kon van alles goed en nou goed vertellen wat er moest gebeuren. Maar nu die dingen moeten gebeuren, heb ik de indruk dat het meer blijft bij gepraat dan wat anders. Ja, ja. Aan de andere kant moet u één ding niet vergeten, wat er namelijk is gebeurd. Meneer Santokki schijnt alles aan Albert Ramdin te laten. En dat schijnt eigenlijk zo'n kwade genius namelijk te zijn, dat er mensen hier en daar benoemd zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een ministerraad, een zeer zwakke ministerraad, waar de honden er geen brood van lusten. Ja, en Santokki houdt zich waarschijnlijk met andere zaken bezig. Met dien verstande dat waarmee het gevoel bekruipt dat Albert Ramdin namelijk dat ding naar een bepaalde richting, zoals gestuurd door Boutersen, namelijk leidt. En dat heeft zich eigenlijk afgespeeld dat de mensen boos zijn geworden. En ze hebben gezegd, hiervoor heb ik niet gestemd. Mensen hebben zelfs gesproken over volksverraad. Dus het is niet alleen maar een aangelegenheid van Brunswijk, waarvan iedereen weet dat hij namelijk een masterdiploma heeft. Maar
het behaald heeft via een examen van gewoon lager onderwijs, ja, als je ziet hoe de man namelijk te werk gaat en te keer gaat en et cetera. Ja. Maar ik moet zeggen, Santokki is er ook mededebend. En ik kan u zeggen, hier, wat VHP'ers zijn woedend woeskwaad op hem, morgen komt er een vergadering plaats, want heel wat mensen en echt kader dat gewerkt heeft van Santokki gewoon laten liggen en mensen die we nooit hebben gezien zijn met een helikopter dan wel met een paraplu namelijk komen neerstreken en ze gingen met de beste bandjes en functies vandoor. Dus dat heeft plaats gehad. Ja, ja. En ook binnen de ABOP zijn er mensen die zich niet gehoord en gepasseerd voelen. En naar het schijnt is er een soort groep Belfort en een groep Brunswijk. Ja. En velen verwachten dat er een scheuring zal optreden binnen de ABO als Ronnie Brunswijk zo op deze weg doorgaat. Nou, de redenering, en dat ding begon al, heb ik gezegd, toen Ronnie Brunswijk vond dat hij koetkekoet vice-president moest worden. Geen rekening houdende met de consequenties dat hij een vonnis heeft. En dat je internationaal in de grootste problemen kan komen wanneer je zo'n vicepresident naast jou hebt. Maar goed, dat wil tellen. We zullen wel zien wat het met zich meebrengt. Ja. Maar de manier zoals meneer, zoals Brunswijk namelijk te werk gaat. Ik heb begrepen, want er is een hele toestand hier met een zekere Bordeaux geweest, die keer is gegaan. Meneer Brunswijk vindt die partij is van hem. Hij heeft in die partij geïnvesteerd, heeft zijn krachten aangegeven. Dus niemand heeft wat te vertellen. Wanneer, zoals ik heb begrepen van Bordeaux en van anderen, en waarschijnlijk en ook van meneer, hoe noemen ze het, Tigri Barba, Belfort, er worden geen vergaderingen genomen. Alle beslissingen over benoemingen, alle beslissingen over wie minister wordt en in de RVC's gaat zitten, dat wordt alleen door meneer Brunswijk genomen, gesouffleerd door mensen natuurlijk uit het kamp van Boutersen. Ja, ja. Dus zo moet u het namelijk zien. En ik heb u al gezegd, er zijn twee mollen eigenlijk in die regering van Santokki. Hij mag het niet geloven of niet. Die ene mol is voor mij Albert Ramdien en die andere mol is Brunswijk. Ja. Die namelijk elke keer weer naar Boutersen moet gaan en dan moeten ze eigenlijk een goedkeuring krijgen van Boutersen en dan gaan de zaken door. Vandaar dat we die draconische benoemingen allemaal zien en waarvan mensen die gewerkt hebben om dat meerkoppig monster dat ze NDP noemen, ja, die voorspuwende draak die ze Boutersen noemen, om hem namelijk weg te krijgen, naar staan te kijken. Vandaar dat de jongeren, zoals Paquito en vele anderen, hebben gezegd, oké, dit gaan we niet pikken, morgen om 8:00 is er bij het regeringsgebouw een grote protestdemonstratie plaats. En ik hoop dat Santokki tot inkeer komt en gaat leren en namelijk die beslissingen neemt. Wil Santokki het redden? Wil hij dat de regering niet vroegtijdig valt? Dan zal een van de dingen zijn, behalve namelijk het wegjagen van alle NDP'ers. Ook de mensen die zijn benoemd na 25 mei. Ja, dan zal hij ook zeker 3/4 of misschien 80% of 90% van die regering van hem moeten reshuffelen. Want ik kan niet zeggen, het is allemaal brandhout en nogmaals brandhout dat rondloopt. En maar zeg, geef me de ruimte, ik moet het werk nog gaan leren en dat soort van grappen meer. Je had toch van tevoren kunnen weten wat je zou overnemen. Had je namelijk meegedaan, had je namelijk geparticipeerd, had je namelijk scholing gekregen en dat heeft zeker bij de VAP plaats gehad, dan waren die mensen minister geworden, dan kan ik je zeggen, dan waren ze direct van slag namelijk geweest. Maar ze hebben halve analfabeten hebben ze namelijk gestopt, die geen kaas hebben gegeten namelijk van wat politiek is, van wat regeren is. Dan krijg je een soort van rariteiten kabinet natuurlijk. Ik moest denken aan uw gevleugelde uitdrukking, mislukkelingen van de natuur. Is dat ook van toepassing op deze regering? Je hebt maatschappelijke mislukkelingen en mislukkelingen van de natuur. Eigenlijk vergissingen van de natuur, moet je ze noemen. Want zo kan ik u bijvoorbeeld zeggen, een van de dingen, meneer Brunswijk, we weten het, die zit gewoon te werken met de meneer Jozefszoon. We kennen Jozefszoon. Ja. Die heeft zoveel schade aan het onderwijs toegebracht. We kennen Jozefszoon, die biologieboeken heeft laten komen, onder andere biologieboeken, die niks anders dan pornoboeken bleken te zijn. De man werkte nooit, zat meer in het casino en is gewoon, hoe noemen ze het, schokverslaafd. En die is een van de hoofdadviseurs van meneer Brunswijk op het ogenblik.
Dan hebben we weer een meneer Amarali daar. Ja, dan hebben we weer een andere maatschappelijke mislukkeling. Zo u wil, vergissing van de natuur. Ene meneer Manora die daar rondloopt. En zo lopen meer van die vreemde gasten die namelijk adviezen geven. Maar die het niet met dit land menen. Ze zeggen wel red u, maar ik denk eerder ze bedoelen red je eigen zak. Ja, ik hoor niks meer. Ja, meneer, ik hoor niks meer, Iwan. Wat zegt u? Ja, Owen, heb je nog een vraag? Ja, nou, ik ben het helemaal eens met meneer Samson. De enige vraag die bij mij nog blijft is, maar hij heeft het al een beetje beantwoord, meneer Samson. Waarom heeft Santokki niet naar de strenge gesprekken met Brunswijk de zaak transparant naar buiten gebracht? De padstellingen transparant naar buiten gebracht om de bevolking mee te nemen in die padstelling en dan te horen van de bevolking welke kant moet het opgaan. Waarom heeft hij op die momenten waarop die padstelling er was niet de bevolking bij betrokken transparant? Want dan gaat het fout zoals het gegaan is. Terwijl Santokki het beloofd heeft, ik ga streng zijn en tegelijkertijd transparant. U bedoelt welke van de gesprekken of die toestanden die de afgelopen week heeft plaatsgehad, of de gesprekken met Boutersen aan het begin al georganiseerd via eerst een MOU door de koning Albert, dus Albert Ramdien. Bedoelt u dat? Ja, precies. Dat had hij werkelijk moeten doen. En dat heeft gemaakt dat heel wat mensen hem zijn gaan wantrouwen. Ja. Het heeft zelfs zo erg dat als je met mensen praat, en vooral met VAP'ers die vreselijk teleurgesteld zijn geworden, want ze zijn gewoon aan een kant gezet. En bijna krijg je het gevoel dat ook die instructie vanuit Boutersen is gekomen. Zo kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik kan u bijvoorbeeld één ding vertellen, en dat is niet een Santokki aangelegenheid, dat iemand als Belfort, die enorm hard heeft gewerkt, die heeft gezorgd voor 2 contante dure zetels in Paramaribo, ook door de lijstverbindingen voor meerdere zetels in het land heeft gezorgd, aan de kant is gezet. En vanmorgen heb ik begrepen, gewoon op instigatie van meneer Boutersen, vanwege het feit, hij heeft gezegd, Mogos Rota Boutersen, hij hoort achter slot en grendel en is Noa Manawango te kijken, Mitro-minister voor Justitie, Mie Ego te kijken. En dat heeft natuurlijk ervoor betekend dat die man gewoon aan een kant is gezet en gewoon niet bij wordt geteld. Dus dat heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant, en die transparantie, daar is Santokki werkelijk in tekort geschoten. Want was hij gekomen en had hij precies verteld wat er was gebeurd, het was niet nodig, dan had dat namelijk niet plaatsgevonden. Je moet ook één ding vergeten, Santokki maakt ook fouten op fouten, omdat hij een professionele persoon om zich heen heeft een heleboel amateuristen om zich heen, die eigenlijk een protocolair te werk gaan, maar gewoon protocolaire fouten maken. Ik heb hem zelf ook aangeboden, een professional. Hij schijnt er namelijk geen belangstelling voor te hebben. Omdat weer die mol van, hoe noemen ze het, die hij daar bij zich heeft, er geen behoefte aan heeft. Die mol wil zoveel mogelijk bij zijn, wil alles horen, om natuurlijk te rapporteren aan Boutersen. Ja, ja. Dus eigenlijk heeft Santokki deze situatie aan zichzelf te wijten. Ja, dat moet ik wel zeggen. Het is heel jammer hoor, want ik ga u eerlijk zeggen, het is een man en ik kan het beoordelen als ook man die verstand heeft van management en organisatie. Hij heeft die kwaliteiten. Hij heeft het bewezen, zowel nationaal als internationaal, toen namelijk minister van Justitie was. Maar ik kan u zeggen, er is geen fractie overgebleven na die escapade, na die toestand van Santokki met het bezoek aan Boutersen 10 uren lang daar op Leonsberg. Vanaf dat moment zag ik, er is iets, something wrong met mijn vriend. Wat hij is en blijft mijn vriend. Ik heb wel zware kritiek op, maar wat we samen hebben meegemaakt, wat we samen hebben besproken, et cetera, en hoe de dingen aangepakt zouden worden, je kan er geen knoop aan vastknopen. Zo kan ik je zeggen, mannen zoals, laten we zeggen, een
Raghubar Singh. Maar ook mensen als Jim Boussaid, die keihard hebben gewerkt voor de partij. Die moesten weken eigenlijk voor een paar mislukkelingen. Ook figuren die hij daar op zijn kabinet heeft. Die zich eigenlijk, als je dan niet naar die mannen kijkt, zou je zeggen, joh, moet je geen Kentucky Fried gaan verkopen. Wat precies zo, als je ze eigenlijk de opdracht zou geven, zou dus een land voor je kunnen draaien. Ja? Allerlei figuren waarvan ik kan zeggen, ze droegen Santokki een warm hart toe, maar niet dat alleen. Maar voel professioneel zijn, goed zijn opgeleid, een track record hebben van hier tot ginder, technocraten zijn. Die zijn gewoon tot nu toe door Santokki aan de kant gelaten. En dat komt omdat waarschijnlijk niet Santokki eigenlijk voor die benoemingen heeft gezorgd, maar heeft het voor een maatschappelijke mislukkeling eigenlijk achtergelaten. Nogmaals, een iemand die er alleen maar op uit is, namelijk om steeds voor scheuring te zorgen. Ik ken die persoon vanuit Nederland en hij heeft nu een heel belangrijke functie. Hij is koning vandaag op de dag in het kabinet van Santokki. Maar goed, een echte leider zou dit natuurlijk niet zijn overkomen, dus Santokki... Ja, je kan ook veranderen in de loop van de tijd, je kan soms ook meegaan. Je begrijpt bepaalde dingen niet, ja. Daar zou je meer informatie van moeten hebben. Maar goed. Het is echt intreurig dat dit na 4 weken, vandaag is precies een maand geleden, dat het kabinet is benoemd. Maar als u zich nog kan herinneren, voordat het kabinet was benoemd, had ik dit al zien aankomen en had ik dit al voorspeld. Wilt u zich nog herinneren? Weet ik nog. Meneer Samson, even terzijde. Kunt u zich herinneren de toespraak van Daisy Bouters op het podium toen de front aan de macht was? Zei hij dat hij informatie had en dat hij over Santokki en dat hij die zou prijsgeven, maar dat heeft hij natuurlijk nooit gedaan. Denkt u dat er een soort chantage in het spel is? Ik denk het niet hoor. Kijk, Bouters is gewoon een bluffer en daarom is het echt jammer dat Santokki eigenlijk daar is gaan kletsen, om het zo namelijk te zeggen. Ik denk het niet. Bouters is een bluffer. Bouters weet alleen maar dingen te verzinnen. En het enige waarin Bouters goed is namelijk chaos creëren. Mensen beroven van hun geld, mensen beroven van hun leven en noem allemaal meer. Dus vandaar. En ik vind het jammer dat na 40 jaar deze man het nog voor het zeggen heeft. Die man kan het niet hebben en hij kan het niet verdragen dat Santokki president is geworden. Bouters wil alleen maar president zijn omdat hij ons wilde brengen in een of andere dictatuur à la Cuba. Bouters wil president zijn omdat hij over alle bodemschatten kan bepalen, hij kan over mensenlevens bepalen en weet ik wat allemaal meer. En daarom nogmaals zeg ik, wanneer Santokki eigenlijk de juiste mensen en de juiste vrienden om zich heen had genomen, was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Maar ja, wanneer je bezighoudt met charlatans en die ook nog mollen blijken te zijn, dan zijn dit de consequenties. Mm-hmm. Ja, dus misschien heeft hij, Santokki, geleerd nu, hoe dit is eigenlijk dus geëscaleerd, deze hele situatie, dan zeg ik, als het escaleert, als het een les is voor Santokki, dat het anders moet, zijn leiderschap, kan het beter 4 weken na zijn aantreden gebeuren, dan 4 jaar daarna. Helemaal, of 2 jaren daarna, met alle consequenties van dit. Precies. Kan u zeggen, ik heb begrepen, morgen komt hij, gaat hij zijn partij toespreken. Ik hoop dat hij met een persconferentie komt, want je moet niet je partij gaan toespreken. Je bent geen dingenleider meer van je partij alleen, maar je bent leider van het hele Surinaamse volk. Precies. Ja, maar hij schijnt ook daar een soort woordvoerder te hebben hoor, met een soort as op zijn rug of op zijn schouder, waar van toeten nog blazen volgens mij, je weet wat. Leren foto's die man allemaal maakt, et cetera. Zielig en nogmaals zielig, moet ik je zeggen. Maar ik hoop dat hij vanaf morgen geleerd heeft. Nogmaals, het gaat niet alleen maar om iemand nergens weggejaagd te hebben. Een van de meest betrouwbare DC's die we hebben gehad. Gaat om het terugdraaien van al die benoemingen, waar vooral ook de NDP'ers in hebben gezeten. Maar het gaat ook erom om gaan kijken naar die benoemingen, die mensen wel de juiste kwalificaties hebben. Precies. Om te houden om het werk te doen.
Kortweg, precies. Santoki moet meer naar zich toe trekken dan dingen te laten voor Albert Ramdien alleen. Chaos namelijk zit te creëren en willens en wetens wat veilig is. De boel gaat de boel in de gaat stonden. Ja. Hij kan leren vanaf morgen. Hij kan conclusies trekken. Ja, maar mensen zijn klaar om te komen helpen. Dat zijn de mensen waarmee hij jaren heeft opgetrokken en mensen die hebben bewezen een echte vriend te zijn, maar kan eigenlijk doorgaan met die vrienden van Boutersen en dat zullen we zien waar dit eindigt. Dus eigenlijk moet hij, Santoki moet eigenlijk gaan reshuffelen in zijn naaste omgeving in de partij en op zijn kabinet. Na 4 weken moet er een compleet nieuw ding komen. Het blijkt dat we een krachtige president hebben waartegen waar we opkijken, wegjagen al dat van de rikkel dat om hem heen loopt, eigenlijk niet af even gaan kijken en dan het werk afvatten. En niet komen zeggen, ja, er is geen geld, Bouters heeft gestolen, dat weten we al. Ja, en dat is ook eigenlijk voor het Openbaar Ministerie om te gaan kijken hoe wij weer aan het geld kunnen komen. Ja. Hoe wij mensen zoals Promosuto van Postspaarbank en meneer Gilmore Hoefdraad achter slot en grendel kunnen krijgen en kijken hoe we dat geld weer kunnen krijgen. Santoki moet zich nu gaan opstellen als een vader des vaderlands, zoals hij de verkiezing in is gegaan en waarvoor wij hem mandaat hebben gegeven om dit land te gaan leiden. En eigenlijk niet als een grote bobo, namelijk zit en dingen overlaten voor figuren die niks anders zijn dan een directe lijn van meneer Boutersen in zijn kabinet. Een soort Bobo Chandrika. Nou, nou, ik heb geen Bobo Chandrika noemen, zeker niet. En kijk, waarschijnlijk alles is over hem heen gekomen. Misschien is hij zelfs geschrokken van wat hij tegen is gekomen. Maar de toekomst, binnenkort, heel binnenkort, zal leren of wij een echte president hebben of als het zal blijven zoals het tot nu toe is geweest. Ja. En dat deze regering de 5 jaren niet zal halen. Maar ik hoop het niet. We hebben hard voor gewerkt. Ik heb geen zin om nog een keertje mijn kop onder te gaan steken. Ik heb die leeftijd ook niet meer voor. Dus laten wij hopen dat hij zijn hersenen gebruikt en namelijk die mensen gaat betrekken die altijd bij zijn geweest. Hij heeft kader. Als er een partij is die verschrikkelijk kader is, dan is het de VAP. En die mensen zullen hem helpen om eventueel de 5 jaren te halen. En als het goed loopt, 10 jaren en zelfs 15 jaren. Want dat heb je nodig om dat puin dat Boutersen gecreëerd heeft, om te kunnen opruimen. Minimaal 15 jaar. Oké, iets anders meneer Samson. U had het net over geld. We begrijpen dat er een schaarste is aan Surinaamse dollars. En dat de dollars worden afgeroomd. Hoe zit dat in elkaar? Ja, het ziet er vrij vervelend uit vooral, wanneer namelijk mensen, hoe noemen ze het, naar de pinautomaat gaat. En u moet het weten, we hadden een tekort en toen kwam er geld. En er kwam, dacht ik, 42-voets containers met een lading. En dat is geweest eigenlijk een maand geleden hoor. Rond 15 juli arriveerde dat geld bij de Centrale Bank van Suriname. En dan moet u weten, heeft er tot op dit moment nog steeds een enorme schaarste aan cashgeld op de markt. En als ik eigenlijk zo'n beetje ga kijken wat het zou zijn. Ja, en ik zou kijken naar de consequenties die verbonden zijn aan deze schaarste, aan die hele nieuwe lading van Surinaamse dollars, die zeker tot gevolg zal hebben dat die wisselkoers weer onder druk komt te staan, of zelfs onder druk staat, dan voorspelt het niet veel goeds. Want je moet weten, normaliter is het zo dat met een nieuwe lading geld er inflatie wordt gecreëerd. Dat is altijd zo, in Suriname althans. Maar die ontstaande situatie met die COVID-19 en die schaarste aan vreemde valuta, want die is groot, zorgt er namelijk voor dat er zeer vermoedelijk een opwaartse druk zal worden uitgeoefend op die wisselkoersen. En die hele valutamarkt is op dit moment verstoord geraakt doordat men contanten aan Surinaamse dollars vasthoudt. En tegelijkertijd gaan we eigenlijk waarschijnlijk wel opmerken dat er een toenemende schaarste zal ontstaan in de winkels. Het is er eigenlijk zelfs al, want die import is ook minder geworden. En het is ook een feit, hier en daar in de studio, dat die cambio's minder valuta verkopen aan de importeurs. En daardoor worden er ook minder goederen geïmporteerd.
En doordat er eigenlijk minder valuta wordt verkocht, zo u wel gekocht, leek het in Suriname erop dat die wisselkoers ook tijdelijk stabiel is. En die wisselkoers leek tijdelijk laag, omdat er gewoonweg geen cashvaluta, Surinaamse dollars zijn. Waardoor eigenlijk het marktproces verstoord is, met als gevolg dat ook die wisselkoers daalt. En wat kan ik u daar verder vertellen? Ik kan u zeggen dat die cambiohouders en die informele sector al geruime tijd Surinaamse dollars vasthoudt, omdat zij met deze eigen kartale middelen makkelijk weer valuta kunnen opkopen. En ook is er een groep ondernemers die bewust hoeveelheden aan Surinaamse dollars vasthoudt, omdat zij zo sneller en makkelijker valuta kan opkopen met die grote hoeveelheid Surinaamse dollars. En verder moet u weten, is het zo dat wanneer er met cash Surinaamse dollars een groot bedrag aan Amerikaanse dollars wordt gekocht, die wisselkoers ook lager uitvalt. Dus dat betekent dat de geldwisselkantoren een lagere wisselkoers kunnen hanteren voor bepaalde grote afnemers. En ook het bekende piramidespel, er is een spel geïntroduceerd dat heet Wallet, ja, dat nu eigenlijk een hype is op die sociale media, en ook, dacht ik, op WhatsApp hoor, heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in ons land grote bedragen aan cash Surinaamse dollars inleggen, zodat ze aan het eind van die rit een enorm bedrag terugkrijgen wanneer de volgende groep met beleggers is ontstaan. En zoals ik heb vernomen, circuleren er daar zelfs foto's op sociale media van stapels biljetten. En daar heb ik het over coupures eigenlijk van zeg 100 Surinaamse dollars en 50 Surinaamse dollars die allemaal eigenlijk in omloop zijn. Dus hoe het ook draait of keert, deze stapels moet je ook weten hoor, ze worden beheerd door een persoon die die wallet, zo heet dat ding, dat piramidespel, die groep bewaakt en zorgt voor die verdere uitbetaling van die deelnemers wanneer het hun beurt is. Okay. En het piramidespel heeft nu, moet u weten, een zodanig niveau bereikt dat er veel mensen participeren en dat er ook veel cashgeld ligt bij de beheerder en van die verschillende groepen. En het grootste probleem is dat er nauwelijks stortingen, ik zou zeggen, afdrachten plaatsvinden bij de banken. Trouwens, men vertrouwt de banken niet meer om geld te zetten na die diefstal van meneer Hoefdraad en meneer Van Tricht met die kasreserve toestanden. Dus dat speelt. Aan de andere kant moet u weten, er zijn drie mensen maar Suriname, ja, die eigenlijk ook deze gelden waarschijnlijk beheersen, ja, en zoals de tongen beweren, ik zal niet zeggen boze tongen, dat zijn het meneer Boutense, meneer Dilip Sarjo en meneer Kerpalani. Zo. Deze mensen beheren dat geld. En dan, zo bekruipt mij het gevoel, is het een kwestie van tijd om te wachten, om te gaan spelen met de hoogte van de koers van die dollar en de euro. Iwan? Ja, meneer Samson, op de sociale media circuleren er allerlei berichten dat de EBS bijvoorbeeld niet meer aan Suriname zal toebehoren. Wat is daarvan waar? Ik heb het gelezen, ik moet het verder gaan bestuderen. Er is verschrikkelijk veel fake news, ik ben erg voorzichtig ermee. Maar wat Rempel, dit bericht wat u mij daarnet doorgeeft, heeft mij bereikt. Het zal mij niet verwonderen, want u weet het, daar komt weer de namen van Boutense, Dilip Sarjo en nog een paar andere gasten om de hoek kijken. U kent dat hele geval, namelijk met die stuwmeer daar in Brokkoponde. Het leveren eigenlijk van stroom aan EBS, het schatrijk worden. Dus het zal mij niet verwonderen als het zo is, maar ik moet erg voorzichtig zijn nogmaals met wat ik allemaal zelf doe. En ik moet, ja, ik ben wetenschapper, dus ik zal op onderzoek uit moeten gaan om te weten of dat zo is en dat het geen fake news is. Ja. En dan was er nog een we hebben gezien, Santokki heeft het leger bezocht. Het veiligheidscentrum, zeg maar. En, ja. En ook mevrouw Matura heeft het een en ander gezegd over haar departement, namelijk het ministerie van Defensie. Ja. Het leger zou dus nieuwe taken toebedeeld krijgen. Maar dat is, toen ik dat las, meneer Samson, ik dacht aan de jaren
80, toen zei ze ook, ja, er moet een ontwikkelingsleger komen, weet je. Dus om de zoveel... Ik heb dat ding bekeken en ik hoorde dat ding van minister Krishna Mathura. Ik geloof vorige week of zo. Ze hebben gezegd dat het Nationaal Leger voor zijn eigen inkomsten zal zorgen en diensten zal verrichten naar die samenleving toe. En ik vroeg me af, is dit de taak van een leger? Ja, zoals u daar doet, samen met meneer Venlo en meneer Botsen. En ik vroeg me ook af, moet de waarde van het leger niet hoog gehouden worden? En moeten die middelen niet komen vanuit de overheid? Ja. En u moet weten, zoals u heeft het net al aangekondigd, de afgelopen jaren heeft men getracht het leger te draaien als een bedrijf. Ik dacht dat ik daarover namelijk had. En het leger heeft eigenlijk een eigen moestuin, heb ik begrepen, die onderhouden wordt door de militairen. Ik zou zeggen, mooi dat het leger voor een deel voorzienend is, maar als je het mij vraagt hoor, zijn er volgens mij grenzen. Ja. Het moet niet zo zijn dat de militairen continu worden ingezet om tegen betaling bepaalde diensten te leveren. Ook in het binnenland gebeurt er hoor, om te bewaken, om die goudvelden te bewaken. Nogmaals hoor heren, daar is het leger zeker niet voor bedoeld. En in geen enkel land, van zover ik weet, wordt het leger ingezet om tegen betaling diensten voor de samenleving te verrichten. Want het zijn eigenlijk collectieve goederen die het leger namelijk verricht om namelijk de grenzen te bewaken. Nogmaals, de taak van het leger is het beschermen van onze grenzen en daar heeft het verrichten van diensten tegen betaling niets en dan ook niets mee te maken. En dat die jongens van het leger geen andere keus hebben dan mee te doen, dat komt volgens mij doordat ze geen bond hebben, dus niemand die hun belangen behartigt. En dat dit zal worden geregistreerd als dienstweigering, dat zegt me al veel hoor. Dus die jongens in het leger, ja, zijn eigenlijk, zo moet ik het noemen, onze nieuwe tuinlieden. Ik vraag me af of Mathura eens de rollen zou willen omdraaien toen ze de stap maakte het korps te dienen, ja? En ook bij de politie, dat ze zo gaan planten. Dus je wordt net bij de politiedienst genomen en je gaat planten, want daar komt ze vandaan. Is ze ooit op een dergelijke wijze ingezet, vroeg ik mij af toen ik dat verhaal van haar hoorde. Ik denk niet dat ze het leuk zou hebben gevonden om eigenlijk als tuinierster te gaan functioneren. Ja, ik vroeg mij ook af, dan kom ik weer bij Santokki hoor. Is dit de beloofde verandering waarover Santokki sprak? Het leger andere taken toebedelen alleen om financieel succes te boeken, lijkt mij geen goede zaak. En juist nu, met eigenlijk dat hele coronapandemie, want dat is het beschermen van onze grenzen nogmaals van cruciaal belang. Voor die bescherming hebben we het leger volgens mij nodig. En als we niet oppassen, zal het leger straks zitten met een enorme onderbezetting. Wat nogmaals, heren, daar in de studio, omdat die jongens zullen vertrekken en minder nieuwelingen zich zullen aanmelden bij het leger. Ik heb begrepen, meneer Samson, dat inderdaad die militairen ingezet worden voor COVID-19, maar dan voor het maken van, hoe is het, mondkapjes? Oh, ik dacht dat ze werden ingezet voor het maken van een vaccin. Maar goed. Nee, ik hoorde mevrouw Mathura praten over mondkapjes. En Ik denk hoor, zelf mevrouw Mathura is daar echt niet op haar plaats. Bovendien, ja, ik denk dat mevrouw Mathura het ministerie van Justitie een veel betere job zou kunnen verrichten dan daar waar ze namelijk is. Ik denk, als ik zo een beetje kijk, dat ze diep in haar hart wel een beetje ongelukkig zal moeten zijn. Vandaar dit soort van capriolen na 4 weken al. Maar ja, misschien is het, you never know. Owen, heb jij nog een opmerking? Oh ja, kijk, ik kan mij voorstellen dat de nieuwe minister van Defensie de bezem erdoor wil halen door het militaire apparaat. En dan zou ik zeggen, zoek dan naar taken voor de militairen die in het verlengde liggen van de originele taak die ze hebben. Grensbewaking en als nodig is rust en orde in het land. Zorg ervoor dat we eindelijk in de goudsector van al die illegale gouddelvers en zo afkomen. Dat ligt een beetje in het verlengde. Maar ga nog geen uitstapje maken naar allerlei hobby's die nergens toe leiden.
Nou, ik kan je één ding zeggen. Het leger, ik weet niet of het nog steeds zo is nadat Santoki heeft overgenomen. Maar tot dan werd het leger namelijk ingezet in de goudvelden voor de mensen die goud exploiteren. Die informele sector om ze te bewaken. En ik heb al de vorige week gezegd, er gaan daar miljoenen in om. Ik heb begrepen zo'n 500, 600 Amerikaanse dollars, euro's per maand. Zo. Zo, alsjeblieft. Ja. Mm. Er zijn grote belangen bij. Dat mag u weten. Ook de naam van Brunswick werd er toen namelijk genoemd. En meneer Belfort, die Barba, zelfs in het parlement een keertje het slachtoffer van geworden bij Brunswick. Hij daarover wilde praten. Ja, het gevaar bestaat natuurlijk, en dat zie je ook in andere landen, dat het leger op die manier een economische machtsfactor wordt, waarbij dus corruptie hoogtij viert, hè? Ja, dat kan natuurlijk. Dat is namelijk niet uitgesloten. Wat wij ook kennen is een ontwikkelingsleger. Ja, dat zou ik me kunnen voorstellen. Dan wordt het leger ingezet voor infrastructurele werken. Dus, ja, die namelijk een medische achtergrond hebben. Die worden ingezet als dokter, et cetera. Ja. Ik heb het namelijk gezien in Zuid-Korea. Waar ik namelijk 2 weken was. En een uitnodiging eigenlijk daar. Een of andere spelen voor het leger, hè? Ja. Meneer Samson, vorige week heeft Santoki een bezoek gebracht aan Guyana. Het doel was om de inauguratie van Ifrahan Ali, de Guyanese president, bij te wonen. En in een interview zei hij, werd hem de vraag gesteld over de brug over de quarantaine. De brug die Suriname en Guyana met elkaar zou verbinden. En hij zei dat zijn regering daaraan gaat werken. Nou, ik ga je eerlijk zeggen, maar daar verschil ik van mening van, hoor. Ik zou eerst beginnen te werken aan een brug over de Suriname rivier. Want de verbinding tussen Meerzorg, Kommerwijnen en Paramaribo is volledig dichtgeslipt. We praten volgens mij al op bepaalde tijden over 10 kilometer file voor en na die brug. Ja? En Warempel is geweest naar Guyana voor die inauguratie van zijn ambtsgenoot. Hoe heet die man weer? Mohammed Irfan, no? Ifrahan Ali, ja. En Warempel, tijdens die bijeenkomst is er ook gesproken, wat ik weet, over de oprichting van een strategic dialogue cooperation platform. Ja. En platform houdt, wat ik heb begrepen, hoor, in dat Suriname en Guyana op verschillende gebieden gaan samenwerken. En ze hebben toen concrete afspraken werkelijk gemaakt voor de bouw van een brug over de quarantaine rivier. Dat lag al op het bord van Boutersen in 2010, voor zover ik mij kan herinneren. Chinezen hebben ook... De kritische Samson wil, die dacht bij zichzelf, ik ben een Jezus jonge president. Dat is niet wat u ons voor de verkiezingen beloofd heeft. We kunnen namelijk onze schulden niet met een brug aflossen, dacht ik bij mezelf. Hoe kunnen we geen brood met een brug kopen? Want straks gaan we eten brood met brug, wat wij bij Bosjes heden. En ik begrijp wel dat het allemaal buiten de schuld is van Santoki, dat de staat op dit moment failliet is verklaard, maar hij heeft beloofd het land binnen een korte periode uit de economische crisis te halen. En met geen woord is er gerept over het bouwen van een brug tijdens of voor de verkiezingen. En ik dacht, meneer Boudewijn heeft onlangs ook gewaarschuwd dat Suriname zich nu geen brug kan permitteren. Meer nog, omdat die economische waarde van die brug niet berekend is. Ja? En het volk heeft getoond dat het vertrouwen heeft in Santoki als president. En de mensen zeggen natuurlijk, we hopen niet dat het geschaad wordt, dat vertrouwen althans. En velen zullen zich misschien afvragen wat er mis is met de bouw van een brug als Samson zo praat, want die zal voordelen hebben voor Suriname. Maar naar mijn mening, hoor, is het efficiënter als die bouwwerkzaamheden even aangehouden worden totdat Santoki zijn andere beloftes heeft kunnen nakomen. En nogmaals, laten we Suriname eerst financieel stabiliseren, zo redelijk, alvorens we naar de buren kijken. We smeken eigenlijk mensen, niet ik alleen hoor, iedereen smeekt deze regering van Santoki, om nu niet gelijk met kostbare en onbetaalbare projecten te beginnen. Ja,
Jakarta. Hij zou ervoor moeten zorgen dat het team, dan moet hij wel die dreamteam van hem gaan vervangen hoor. Want dit is echt geen dreamteam. Ja. Het regent op het ogenblik daarbuiten. Goed, zou denken aan een wet dreamteam, ja, om die job namelijk goed te verrichten. En we zullen daar zien als die paarse partij, die populistische projecten, ja, die ze hebben geëngageerd, die eigenlijk soms half liggen, ja, dat we die nog alsnog kunnen afmaken, ja. Dat wij niet aan kapitaalvernietiging verder gaan doen. Ja, meneer Samson, we hebben nog enkele minuten. Morgen zijn er acties gepland op het, voor het regeringsgebouw, begrijpen wij. Verwacht u een grote opkomst? We gaan het zien. Ik kan er weinig over zeggen hoor. Ik denk dat het even geluid is. Ik denk dat die heel wat mensen zullen wachten en kijken wat de handelingen en ingrepen van Santokje zal zijn met betrekking tot al die NDP'ers die nu in het ministerie zitten. Al die NDP'ers die benoemd namelijk zijn, hoe noemen ze het, voor de verschillende raden en meer nog een... misschien heeft hij even nog wat tijd nodig om te gaan kijken hoe hij een behoorlijk kabinet de tweede keer aan ons gaat presenteren. Ik zal nog een keertje zeggen, het is geen schande, meneer. Boutersen heeft het gedaan, natuurlijk moet je het niet zo gaan doen. Maar als mensen, de problemen zijn te groot om ons eigenlijk op te schepen met ministers die nog in een luier dan wel in een pamper rondlopen. Ja, behalve u, zijn er nog andere mensen in Suriname die ditzelfde tegen hem zeggen? Zeker meneer Belfort, ja, dat weet ik zeker. De mensen zijn lachbekken in Suriname, ze zijn bang voor de president. Ze waren bang voor Bouters, ze zijn bang voor Santokki, ze waren bang voor Venetiaan. Samson is uit een andere koek gesneden, want Samson heeft geen belangen. Dus ja, wat zal het me deren? Ik ben niet op zoek naar posities of naar wat daar ook. Wat ik wil, wil de randvoorwaarden hebben voor iedere Surinamer, dat we zelf ons brood kunnen verdienen. Ja. Zo snel mogelijk uitgaan uit die ellende die Bouters voor ons heeft achtergelaten. Wat een laatste opmerking? Ja, en ik denk dat Jim Boussaïd, ook Santokki gewaarschuwd heeft van look-out, streng en transparant tegelijkertijd. Dus vooral hoe strenger je bent en moet zijn, hoe transparanter je dat naar buiten moet brengen om de mensen met je mee te nemen in die strengheid. Daar zal het om gaan. En ik kan hier nog wat zeggen, ik vind het jammer dat Jim Boussaïd niet direct bij de centrale bank namelijk is gekomen. Maar ik kan u ook verder vertellen dat wij op dit moment een meneer Roemer daar hebben. Dat is gewoon een verlengstuk van Boutersen. Dus financieel monetair hoeft hij niet veel te verwachten. Want de meest rare beslissingen worden ook namelijk daar genomen. En hij heeft een contract voor 5 jaren. Dus we zitten 5 jaren in zijn maag. Maar als je gut hebt, dan zou ik hem maar wegsturen. En kijken wanneer ik het geld heb om hem uit te betalen. En niet zoiets krijgen als wat ondergoedschalk namelijk het geval was. Maar jammer, want Jim Boussaïd zouden we zeker nodig hebben voor die rust, namelijk wat telting bracht bij de centrale bank. Omdat hij door en door een professional is. Ja, het kan nog, we laten het hopen. Het is de guts die Santokki zal moeten hebben om heel gauw zijn vrienden elkaar te roepen en te kijken, meneer, hoe verder. Want zo komt hij geen meter verder en dan kan ik niet zeggen, zonder geld, met al die problemen die we hebben, is dit kabinet gedoemd om binnen de korte tijd in elkaar te donderen. En daar bouwden ze al genoeg mee met zijn trawanten aan de weg om Santokki klein te krijgen en om het roer weer over te nemen. Maar hopelijk gebeurt dat nooit meer. Want ik ben er nog altijd om over te waken dat dit meerkoppig monster, deze vierspuwende draak, nooit en nooit meer aan de macht mag komen. Want als Boutersen nog 1 keer aan de macht komt, dan worden er nooit meer verkiezingen en mensen zullen verdwijnen, mensen zullen doodgaan en weet ik wat allemaal meer. Want we hebben al gezien wat ze in 40 jaar hebben uitgespookt in dit mooi land dat zo verdoemd is door handelingen van figuren waarvan ik blijf zeggen, vergissingen van de natuur. Ja, goed, dat was een pakkend einde, meneer Samson. Ja. We danken u ook deze week
heel hartelijk dat u ons te woord heeft willen staan, heeft bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen in Suriname. Wij wensen u nog een genoeglijke voortzetting van de zondag. En ik zou zeggen tot de volgende week. Ja, okay. Ja, dank u en bye bye. Tot de volgende week. Bye. Ja, Owen, we zijn gekomen aan het einde van Wel Geïnformeerd. Bedankt voor je bijdrage. Oké, graag gedaan. En luisteraars, dit was Wel Geïnformeerd van deze week. Wij zijn er weer volgende week. Goedenavond.